Goed, het is dus allemaal een tand complexer. En de vraag is even wat de consequenties daarvan zijn. In feite heb je dus twee systemen. Misschien wil jij erbij komen, Martijn. Martijn van der Linden van platform DSE. Twee systemen. Je hebt het over het fysiek maken van geld. Ga je daar staan? Ga je hier staan? Jij gaat daar staan. Ja. Het fysiek maken van geld en het uitlenen van geld. Dat zijn in feite twee verschillende systemen. Geld drukken, dat doet een overheidsinstantie. Maar dan komt het interessante deel. Als je dan kijkt naar geld uitlenen is geld creëren. Dat is de stelling. Als ik nou naar de Nederlandse Bank ga, Martijn, en ik vraag aan de Nederlandse Bank, beste Klaas Knot, hoe kijkt u daar tegenaan? Wat zegt hij dan? Als ik voorstel om het geldsysteem te veranderen. Nee, als ik aan de vraag, klopt het, meneer Knot, dat geld uitlenen door banken gelijk staat aan geld creëren? Dat bevestigt hij. Is dat zo? Ja, dat bevestig ik. Ja, centrale bankiers, je hebt ook heel veel quotes en heel veel documenten waar de centrale bankiers eigenlijk net het verhaal, wat Klaas uitlegt hoe het werkt, dat ze dat bevestigen. Alleen, er is dus een heel groot gap tussen wat eigenlijk centrale bankiers zeggen en wat in het publieke en politieke debat wordt gezegd. Leg mij dan eens uit waarom ik nog nooit een econoom van enig gezag dit hardop heb horen zeggen. Kan aan mij liggen, geef het toe, maar waarom zeggen ze dat niet hard? Ja, geldcreatie is een beetje een geheim onderwerp als je erover praat. Ja, niemand wil eigenlijk dit systeem, wat Klaas het beschreef, dat je dus echt naar een ander geldsysteem gaat en dus echt de geldscheppende macht van banken afneemt. Om dat te overwegen, daar willen de meeste mensen al niet eens aan. Terwijl ik ben het helemaal met Klaas, terwijl dat debat is gewoon noodzakelijk. Maar laten we eerst even aan het begin zitten blijven. Even dat begin, het probleem. Althans, we gaan zo praten hoe ver het probleem is, wat de gevolgen daarvan zijn. Maar het feit dat banken dus in staat zijn om die economie op te blazen. Is het allemaal lucht? Wat ze erin pompen? Nou, het hangt er dus vanaf waarvoor je geld creëert. Dus de allocatie van het geld, dat is heel belangrijk. En wat je dus hebt gezien voor de crisis, is dat er heel veel geld is gecreëerd voor niet-productieve zaken. En dat kan dus zijn bestaand onroerend goed, financiële activa of consumptie. En wat je dan dus gaat doen, je creëert geld waar geen productie tegenover staat. En als je geld creëert, dus je laat de geldhoeveelheid toenemen en het gaat gepaard met stijging van echte productiviteit, dus een nieuwe bakkerij of een schoenenfabriek, dan is het niet erg om geld te creëren. Maar je ziet dus dat banken dus een neiging hebben om juist geld te creëren voor niet-productieve activa. Namelijk? Nou ja, kijk, als hetzelfde huis zeg maar voor steeds meer geld wordt doorverkocht, betekent dat er een hogere hypotheek op het huis zit en dat de bank dus gewoon meer rente ontvangt. Zo simpel is het. Niks aan de hand. Ja, niks aan de hand. Ja, dus nee, maar even, het gaat dus om, in een groeiende economie is er niets aan de hand. Zolang die economie maar groeit, zolang er maar reële diensten toenemen, zolang er maar huizen voor hoge prijzen verkocht worden, werkt het systeem. Ja. Klopt dat? Ja. Wat zeg je? Hoeveel procent van ons geld is op die manier gecreëerd? Tegenwoordig? Nou, tegenwoordig al het digitale geld. Dus gewoon het geld wat als je pinpas in de automaat steekt en gaat kijken wat het saldo is, is in alle westerse landen minstens 95% van al het geld. Dus 95% van ons geld is gecreëerd door banken? Ja. Zonder tegenwaarde? Ja, nou, er staat wel waarde tegenover. Alleen de vraag is, hoeveel is die waarde? Want dat is dus de grote vraag. Hoeveel is je huis echt waard? Hoeveel heb je het gekocht en hoeveel is het nu waard? Dat is de vraag. Ja, wat betekent uiteindelijk dat het hele systeem op vertrouwen rust? Ja, geld is een uitdrukking van vertrouwen. Maar er is heel veel geld gecreëerd voor dingen waar je eigenlijk geen vertrouwen in kunt hebben. In hoeverre is het nou erg dat banken de mogelijkheid bezitten om geld met een druk op de knop te maken? Nou, het heeft een hele sturende functie in deze maatschappij. En wat je dus ziet, wat banken volgens mij goed kunnen, is de bedrijfseconomische afweging van wie moet de krediet hebben. Maar al die kredietbesluiten samen, dus al die kredietbesluiten die bij SNS, bij ING, bij ABN worden genomen, dat die samen toevallig de gewenste maatschappelijke hoeveelheid geld zijn, ja, dat is gewoon, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus je ziet wat banken doen, ze creëren structureel als het goed gaat te veel geld. En als het slecht gaat, zoals nu, creëren ze eigenlijk te weinig geld. Zijn er vragen? Want ik vind dat heel ingewikkeld. En ik vrees dat ik niet de enige ben. Misschien kan hier een microfoon naartoe, want ik versta u wel, maar ik denk de rest niet. Probeer wel alsjeblieft heel kort en bondig te formuleren. Dat vraag ik niet alleen aan u, maar dat vraag ik aan iedereen. Als de microfoon... Ja, gaat werken. Nou, zegt u maar, dan probeer ik het even heel kort te herhalen. Ik heb hier ligt er ook in. Oh, er is een handmicrofoon. Oh, wacht. Dat is wel handig. Doen we het even zo. Ja. Nou, ik hou hem vast, dus niet even. Ik heb twee vragen aan de heer Van Egmond, heel kort.
De commissie De Wit maakt onderscheid tussen nutsbanken en investmentbanks. Hoe kijkt u daar tegenaan? En vraag 2 is, u kwam in uw model uit op groei, 4% groei. Waarom gaat u uit van groei? Wij hebben voorgesteld om dus die knip te maken. Hè. Dus een van de mildere middelen om dus gewoon de orde op zaken te krijgen, dat is gewoon weer een knip tussen investeringsbanken en retailbanken. Dat was ook vroeger zo. Na die crisis van 23 hebben ze dat ingesteld. Dat hebben meneer Glas en meneer Stiegel hebben dat gedaan. Dat waren senatoren. En in de jaren 90 is dat onder druk van de neoliberalen, is die wet, de Glas-Steagall Act, is afgeschaft in 1999. En dan mag het weer, die combinatie van met jouw spaarcenten in de wereld gaan speculeren. En dan nog geen 8 jaar later is het gewoon bingo. Dus we hebben het voorgesteld, het is gewoon niet haalbaar gebleken. Dus zelfs zo'n hele nuchtere maatregel gaat terug naar de jaren 90. Dat is op dit ogenblik blijkbaar een brug te ver. Dat maakt mij een beetje ongerust. Tweede punt is, waarom ga ik uit van groei? Een heel goede vraag. Hier zit dus het idee in van groei. In dat model is dat gewoon 4% per jaar. Dat is nog, daar moeten we allemaal nog aan werken. Wat je kunt doen, waarom? Ja, nee. Geweldige vraag. Dat is een wilsintentie van de gemeenschap. En je kunt zeggen, er is buiten meer waarde gekomen. Wil je de prijs dan een beetje stabiel houden, wat belangrijk is in de economie, dan kan je dus er geld erbij maken. Maar je stuurt dus wel. En je kunt ook zeggen van nou, vroeger stuurden wij de economie, dachten wij door de rentestand. Dat is een fabeltje gebleken. Hier kan de overheid, de gemeenschap, ik weet dat is link, maar er zijn maatregelen voor te bedenken. En heb vertrouwen in die overheid, op afstand via de macht, om dus te maken. En te zeggen van nou, wij weten dat meer groei betekent meer grondstoffenverbruik op deze manier. Dus dat doen we dus niet. Of we geven ons geld aan die sector, wel onderwijs, en niet aan grondstoffen. Hier is nog een vraag. Wat gebeurt er als je langzaam in dit systeem de productiviteit uitbesteedt naar bedrijven toe? Dus de bedrijven worden deelachtig aan steeds meer productiviteit. Omdat ze investeren in dingen zoals automatisering, betere logistiek, efficiëntievergroting. Dus investeerders hebben recht op meer winst. En consumenten, mensen die werken, hebben gestaag in dit systeem over de jaren heen steeds minder recht op winst. Wie van jullie, Martijn? Nou, ik wil er best zo over zeggen. Ja, het heeft volgens mij niet direct met het geldsysteem te maken. Dat is het denken op een andere discussie. Maar wat eigenlijk de bedoeling is, dus als je geldcreatie nationaliseert, dat iedereen ervan profiteert. Dus hoe de overheid het in omloop brengt. Je kunt zelfs zeggen, nou, we hebben in Nederland 4 miljard extra nodig. We geven iedereen een citizens dividend. Dus iedereen krijgt gelijk aantal van het extra geld wat ze nodig hebben. En dan profiteert iedereen er dus van. En dat heet dus eigenlijk de democratisering van het geldsysteem. Ja. Ik hou vast. Ja. We horen steeds in het verhaal over de economie, horen we het over productieprocessen. Omdat die heel herkenbaar zijn en omdat die in de maatschappij als een maatgevende factor van welvaart worden gezien. Maar als we kijken naar de miljoenennota, dan zien we dat in de zorg, en dat is eigenlijk een proces waar helemaal geen efficiëntie-doeleinden zijn, dat steeds meer van ons nationaal, bruto nationaal product vergt. En ik zou denken, dat is op zich, het CBS heeft berekeningen gemaakt. Probeer toch een vraag te komen. Berekeningen gemaakt en die komt nu tot de conclusie, we gaan die zorgsector gaan we zien als een belasting van de economie. En volgens mij zit hier een soort cruciaal probleem, wat ik dus niet herken in de verhalen van die eerste spreker. Waarom is die zorgsector die steeds belangrijker wordt een belasting voor het land? Want het is net zo'n productiesector, zou je kunnen zeggen, als de sector die auto's maakt of producten. Klaas, wil je dat zeggen? Staan of zo? Ja, dat is misschien handig. Ja. Ja, kom maar op het podium staan. Precies, dat is handiger. Ja.
Ja, ik ben het helemaal met de vraagsteller eens. Kijk, de klacht was al jarenlang dat in ons BNP, daar zitten dus ook alle zieke auto's en alle verkeersslachtoffers en zo allemaal in. Dus dat is een dat, activiteit, wat het ook is, zelfs oorlog, dat is goed voor de economie in die bizarre zin. En je kunt het ook omkeren en zeggen, want als wij het van waarde vinden, vandaar ook dat punt van die waardepatronen, dat is dus uiteindelijk de clue. Wat willen wij? En die economie is een middel om te ondersteunen, te bereiken wat wij willen. En als je dus zorg wil, dan richten wij onze economie op die zorg. Oké, maar ik wil eigenlijk wel heel graag naar die geldcreatie terug, want dat is uiteindelijk waar het om gaat nu vanavond. Van die geldcreatie is dus blijkbaar iets wat... Er zijn meer risico's verbonden aan zitten in deze blik. Spannend onderwerp, ja. Het is ook te spannend. Want ik vraag me nog steeds af wat nou precies, Martijn, ik vraag het even van jou, wat nou precies zo erg is aan het feit dat banken die mogelijkheid hebben. Want het in deze situatie, met die neergaande markt waar we nu zitten, kun je zeggen, oké, goed, achteruit, voorspellend, is het niet goed. Maar wat is er nou precies ten principale onjuist aan het systeem? Ja, ik denk dat geld gewoon infrastructuur is, zodat het iedereen toe behoort. En dat het gewoon dus een onderdeel is van een democratie. En als je dus de macht over geldschepping uit de handen geeft, dan wordt het eigenlijk door commerciële partijen uitgebaat. En dan vraag je eigenlijk om het probleem waarin we nu zitten. En de kredietcrisis, zoals de financiële crisis, is als kredietcrisis begonnen. Zoals het proces van kredietverlening is eigenlijk misbruikt. Dat is eigenlijk hoe je het gewoon simpelweg moet vaststellen. En dan zijn er dus alternatieve systemen. En volgens mij moet die minstens benoemd worden in het politiek debat. En als dan uiteindelijk de meerderheid in de democratie besluit dat we het huidige systeem willen houden, oké. Maar het moet wel in de Tweede Kamer besproken worden en er moet een democratisch besluit worden genomen. Arnold Merkies is hierbij. Bij ons de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij. Kom alsjeblieft erbij staan op het podium. Martijn, eerst even van jou. Hoeveel politici hebben jullie geprobeerd hier te krijgen? Nou, we wilden graag een politicus of een politica uitnodigen voor deze avond. We begonnen met vrouwen, maar we kregen vijf afmeldingen. Toen hebben we een aantal mannen geprobeerd en uiteindelijk, ik geloof dat nummer 3 of 4 vanuit Rode Hoed zijn de uitnodiging verzonden. Maar nummer 3 of 4 was de heer Merkies en die heeft toegezegd te komen. We zijn blij dat hij er is. Van harte welkom. Arnold, is dit een hypergevoelig onderwerp? Sowieso banken? Ja, banken valt er mee. Maar dat is eigenlijk sinds natuurlijk de kredietcrisis. We hebben het natuurlijk veel meer over banken. Dat was overigens wel anders voor de kredietcrisis. Toen hadden we het er inderdaad veel minder over. Wat ik altijd wel illustratief vind, is dat de Nederlandse Vereniging van Banken alleen maar in Brussel zat en niet eens in Den Haag zat met haar kantoor, omdat je daar niet eens hoefde te lobbyen. Omdat het debat vond vooral plaats in Brussel. Maar is dat zo? Is er eigenlijk geen politiek, is er eigenlijk geen echte discussie tussen de minister van Financiën, de toezichthouder en de banken? Nee, de banken we hebben het heel veel over banken in de Tweede Kamer. Nee, maar dat die drie partijen elkaar ook spreken en ontmoeten? Welke drie partijen? De minister van Financiën, de Nederlandse Bank als toezichthouder, AFM als toezichthouder en de Nederlandse banken? Ja, die spreken elkaar voortdurend. Maar gaat het ook ergens over? Jawel. Kijk, ik vraag het niet als een lolletje. De vraag is of de politiek zich echt werkelijk durft te branden aan de inhoud van wat er gebeurt in die bankaire wereld. Ja, het politieke debat heeft zich zeg maar een beetje verplaatst. Tegenwoordig wordt het eigenlijk op een andere manier vanuit Brussel gestuurd. Voorheen meer in de zin van dat wij het er amper over hadden. Tegenwoordig is meer vanuit de BankenUnie bijvoorbeeld dat verhaal. Dus... Het wordt heel uit vanuit Brussel gestuurd. Dat is vooral het verhaal van de crisis oplossen en toezicht op de banken. Als het gaat om het geldsysteem en over de monetaire politiek, dat is een heel ander verhaal. Dat is eigenlijk taboe. Ja, nou ja, goed, 2 weken geleden hadden jullie weer een paar 100 miljard op bezoek. Namelijk de heren van de banken. Halbe Zijlstra, afgelopen eind vorige week in de NRC, zei... Ja, al die regelgeving, dat belemmert die banken eigenlijk maar. Dat is niet goed voor de groei van de economie. Ja, nou, ik denk dat hij moet zich realiseren dat heel veel regels ook van die banken zelf komen. Dat vergeet me wel eens. Maar er gaat voordat een wet, zeg maar, in Europa spreken we dan over richtlijnen, hè,
voordat die naar ons toe komt, wordt dat zeg maar van dun een pakketje wordt dat steeds dikker, dikker, dikker en dikker. We zijn al heel veel consultaties en lobbyrondes overheen geweest. En dan krijgen wij krijgen dus meestal een dik pakket. Dus dat wil niet zeggen dat het is omdat wij ons er zo tegenaan hebben bemoeid. Dat heeft vaak te maken met allerlei uitzonderingsposities of ingewikkelde constructies. Dus die regels, ik vind het echt te makkelijk om te zeggen, die regels die komen altijd van de politiek. Die komen dus, ik bedoel, de politiek moet ze wel, die moeten wel bevestigen. Maar wie draagt ze aan? Die wordt dus heel vaak door de sector zelf aangedragen. En iets zeker, anders, maar de Tweede Kamer heeft een belangrijke waakhondfunctie. Ja. Wanneer heeft de Tweede Kamer voor het laatst gesproken over geldcreatie? Dat is een gewetensvraag. Ik wil het er graag over hebben. Ja, ik zeg handelingen, dat was even zoeken waarschijnlijk. Nou, kijk, maar beste gok nooit. Kijk, als je het daarover hebt, dan heb je het ook al snel over de rol van de ECB. Als ik het woord ECB noem, dan is het al snel zo van, daar hebben wij niks mee te maken als politiek. Daar willen wij ons niet aan branden. Ik denk dat dat gek is, omdat de rol van de ECB... De ECB speelt nou eenmaal een enorme rol. Die is eigenlijk... Die heeft trouwens ook heel veel naar zich toegetrokken. En dat heeft gewoon ook alles te maken met de crisis. Er zijn gewoon heel veel zaken die wij ons gewoon niet konden indenken dat er zou gebeuren. Neem alle gigantische rentestijgingen in Zuid-Europa. Ja, maar goed, dan krijg je dus maar die bankaire wereld, dat hebben wij laten gebeuren. Wij met z'n allen, maar ook de Nederlandse overheid en alle andere overheden. Daar is een bankair systeem ontstaan wat groter en groter en groter en groter en groter werd. En toen zeiden we, too big, too fail. Hier kunnen wij eigenlijk geen toezicht meer op houden. Maar dat hebben we toch zelf gedaan? Ja, inderdaad. De politiek die heeft daar inderdaad, is daar ook onachtzaam in geweest. Maar ja, daarnaast inderdaad ook, zal ik maar zeggen, een hele groep economen, toezichthouders. Er zijn veel mensen die hier steek hebben laten vallen. Waarom is dat politieke debat, Martijn, zo moeizaam of eigenlijk liever gezegd afwezig? Nou, het is in een aantal landen begint het nu te komen dat de Kamervragen worden gesteld, wat de moties worden ingediend om het geldsysteem te herdemocratiseren. En bijvoorbeeld in IJsland is een meerderheid van de politici willen het overwegen. In Zweden zijn Kamervragen gesteld. In de UK en de US zijn de groene partijen die pleiten eigenlijk voor het verhaal wat Klaas net vertelde. Alleen in Nederland is het dus heel vreemd dat je al 5 jaar crisis hebt, en het is volgens mij nog lang niet opgelost, dat er dus geen fundamenteel onderzoek wordt gedaan naar hoe kan het anders, en dat er dus aan wordt gewerkt. En dat is eigenlijk het verontrustende. Ik ben benieuwd naar jouw politieke analyse. Vind jij dat, ook wat je vanavond gehoord hebt, ligt daar een fundamenteel structureel probleem? Ja, kijk, laten we even ingaan op dat full reserve banking, wat natuurlijk het... Nee, daar zit je aan de oplossingskant. Ik vroeg aan de probleemkant. Deel je de probleemanalyse? Ja, maar goed, kijk, daar zit deels, in de oplossing zit deels ook probleemanalyse, namelijk het feit, wat daar zo mooi is dat je een scheiding maakt, een knip maakt tussen de kredietverlening en geldschepping. Dat is inderdaad een hele mooie, want je kunt je natuurlijk afvragen van... Is de core business van banken, is dat niet gewoon kredietverlening? Hè? Dus dat is waar je goed in bent. Het risico inschatten, als het goed is. Maar zijn banken afgedwaald van die core business? Die fractional reserve banking die heeft natuurlijk veroorzaakt dat inderdaad die geldhoeveelheid enorm kan groeien. Dat heeft overigens ook nog allerlei andere redenen. Dat is een probleem. Het probleem is dat je dat die geldhoeveelheid ook enorm snel kan uitzetten en kan inkrimpen. Dat heeft overigens ook te maken met het feit dat risicoaversie dan wel appetijt. Klaas, stel nou dat wat je eigenlijk voorstelt. Hè? Stel nou dat we naar een systeem toe zullen gaan, eigenlijk back to business. Back to the core business. Gewoon weer terug naar banken. Hier komt geld binnen, dan kan je daar uitlenen. Ja. 1-op-1, zoals bedoeld. Volledige reserve achter de hand houden van wat je uitgeeft. Wat zouden de economische gevolgen zijn voor onze banken? Is er iets over te zeggen? Geen. Kijk, je moet ook even denken dat er banken zijn die dat wel heel erg goed doen. En die heel erg waardegedreven zijn. Namelijk Triodos. Triodos, ASN. Die doen dat. En die hebben dus ook, omdat iedereen daar dus nu ook naartoe gaat, die hebben dus een overaanbod van geld. Dus die hoeven ook niet geld te maken, want ze hebben eigenlijk te veel zelfs. En die zetten dat dus uit met een deskundigheid in een speciaal gebied. Dus bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid zijn die banken, ASN, Triodos, heel erg deskundig. Die weten wat wel en wat niet kan. Je kunt je voorstellen dat andere banken
specialiseren op vastgoed. Een andere bank die kan deskundig worden op de hele bio-industrie. Maar ik hoor je zeggen, als banken dat zouden doen... Prima, makelaars. Maar geen centje pijn? Ja, nee. Kan er bijna niet. Die geweldige winsten die nu worden gemaakt... Dat bedoel ik. Als ik aandeelhouder ben van zo'n bank, dan ben ik de sjaak. Ja, dat is zo. De vraag is hoe erg het is, maar, maar het gaat wel om geld. Een serieus geld. Ja, maar dat geld dat komt dus nu bij de belastingbetaler vandaan. En dan denk ik van, nou ja, dat is dus een politieke vraag. Maar wat is er erg aan dit systeem? Nou, dat de belastingbetaler... Wacht even, nu ga je te hard. Dat geld komt bij de belastingbetaler vandaan... omdat nu die banken voor 6.000 euro pp gestut zijn. Dat bedoel je? Ja. Oké. En wij lopen ieder jaar, dat geld wat geschapen is, ook nog voor de crisis... liepen wij ieder jaar een heleboel geld mis... wat dus die banken maakten en niet wij. En dat was zo'n 25 à 50 miljard per jaar. Dat zijn we dus misgelopen. Jammer. Arnold Merkies, is het niet zo wie betaalt bepaalt? De banken zijn van ons, toch? Ja, dat is een beetje van het verhaal van Rothschild. Van geven de macht om geld te scheppen en te beheren. En het maakt niet uit wie de wetten maakt in het land. En ik denk dat daar zit natuurlijk een enorme waarheid in, inderdaad. Maar de vraag is eigenlijk van, wat wordt er altijd gezegd? Ja, geld scheppen, dat kun je niet toevertrouwen aan de staat. En dat is eigenlijk iets heel geks. Dus je kunt het blijkbaar wel toevertrouwen aan banken. Wat is wat dat in de kern maakt? Ik denk dat het ook wat te maken heeft met de wind die is gaan waaien sinds Reagan en Thatcher. Waar de staat iets is wat je moet wantrouwen. De staat die doet iets tegen jou. En dat, ik vind het altijd een heel gekke. Want daar zit Reagan dus zelf. Die gaat dan zelf over die staat, zeg maar. En die zegt tegen jou... eigenlijk, jij moet wat ik hier schep, moet jij gaan wantrouwen. En je moet natuurlijk wel zorgen dat je goede normen stelt. Dat je niet, zeg maar, zaken uit impuls kunt doen. Maar uiteindelijk is er altijd die kiezer die je ook afrekent... ook op je resultaten op die langere termijn. Martijn? Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat het zo is dat sinds de komst van neoliberalisme is verergerd. Maar dan wordt het nu tijd om weer om te draaien en dus dat te gaan onderzoeken of dat echt in de politiek te krijgen. En dan blijft toch de vraag aan de heer Merkies of hij niet een keer een motie kan dienen of een kamervraag kan stellen. Van dan komt het volgens mij het proces verder en dat moet gewoon Maar kamervragen met wat als insteek? Nou ja, van moet op zijn minst niet worden onderzocht hoe het geldsysteem kan worden gedemocratiseerd. Of moet zelfs worden overwogen, of moeten we niet overwegen om de geldcreatie te nationaliseren? Ja, goed, hier speelt natuurlijk een ander verhaal doorheen. Hè? Maar dit is een hele concrete vraag aan jou. Ben je daartoe bereid of vind je het een interessante gedachte? Ik vind het een interessante gedachte, maar laat ik. Ja, ik ga niet zomaar in één keer toezegging doen. Dit heeft met politiek inzicht te maken, denk ik eerder. Wij lopen heel vaak op de muziek vooruit. Maar goed, wacht even, neem ons even mee. Ik kan me voorstellen vanuit de gedachtegoed van de SP... is dit niet een enorm woeste gedachte. Waarom zeg je dan toch, mijn politiek inzicht zegt... dat ik niet nu daar een motie over moet indienen? Waarom? Een heel lange termijn, hè? Niet morgen, heel lange termijn. Precies. Een week. Goed, ja, maar... Dit is... Ja, een week, ja. Nee, maar dit is een stapjesproces. In politiek moet je heel geduldig zijn. Laat ik één voorbeeld nemen. Waar wij iets zeiden waar wij nu van vinden... van eigenlijk is dat toch heel normaal. Aan het begin van de kredietcrisis zeiden wij van... Oké, die banken die komen in problemen. Wij denken dat we ze moeten nationaliseren. Was een socialist, geloof ik, als minister van Financiën. Dat wij dat zeiden, dat was echt al... We werden met de ergste communisten, Stalin en weet ik veel, allemaal weer vooruit gemaakt. En wij maakten het zelfs nog bonter. Wij zeiden van, ja, je moet ook nog zo nationaliseren... dat eigenlijk de aandeelhouders hun geld kwijtraken... want die hebben het risico genomen. Ja, nu vindt men dat dus heel normaal. Maar op dat moment dat wij dat zeiden... dan is de wereld te klein voor velen. Dus het betekent, maar je doet het wel... Je krijgt er misschien niet credits voor, maar je doet het wel omdat je vindt dat het moet. En dat is dus een stapsgewijs proces. En ik denk dat hier nog een aantal stappen aan vooraf gaan. En dat wou ik net zeggen, daar gaan natuurlijk gewoon de stap aan vooraf.
hoe gaan wij om met de ECB? Want kijk... Wacht even, je kunt zo breed trekken als je wil. Neem even de ABN AMRO Bank. Die is 100% eigendom van de Nederlandse staat. Dus de Nederlandse staat bepaalt volledig wat de ABN AMRO Bank doet. Hoe ze gedragen, of zij het zakelijk gedeelte afstoten of niet. Wat ze wel en niet gaan doen. Of zij aandeelhoudersvalue gaan creëren of niet. Waarom is daar geen debat over in de Tweede Kamer over wat willen we eigenlijk? Ja, daar hebben we een debat over gehad. Over bijvoorbeeld ABN AMRO hebben we veel gedebatteerd. Nee, maar op dit dossier. En overigens, ABN AMRO, daar is juist een instituut tussen geplaatst om de overheid wat op afstand te plaatsen. Maar daar hebben we bijvoorbeeld gezegd, het zou goed zijn om ABN AMRO in overheidshand te houden. Niet omdat wij per se ABN AMRO in overheidshanden willen houden. Maar omdat wij denken dat het goed is om een bank in overheidshanden te houden. Die eigenlijk als alternatief dient voor de andere banken. Maar het zou zo fijn zijn als de politiek in ieder geval die maatschappelijke discussie zou voeden. Als de politiek zou zeggen, in die Tweede Kamer gaan wij nu fundamenteel praten met z'n allen. Wat willen wij eigenlijk? Wat is de functie van banken? Ja, dat wordt... Hoor je dit vraagteken aan het einde van de zin? Ik moet ook altijd meerdere reden krijgen. Hè? Want ik bedoel, ik sta voor 15 zetels, zal ik maar zeggen. De fundamentele discussies... Die worden gewoon heel weinig gevoerd. Dat zal ik eerlijk zeggen in de Tweede Kamer. Het zijn vaak discussies over de crisis oplossen op dit moment, zal ik maar zeggen. Korte termijn. Het zijn helaas vaak korte termijn discussies. Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat ik daarin meega, hoor. Dat even voor de duidelijkheid. Voorstel. Er is een vorm van een hoorzitting in de Kamer. Daar heb ik mee kennis gemaakt. Het zou een voorstel kunnen zijn van de SP. Hoort u? Kunt u er niet in staan? Een hoorzitting gaan organiseren met een aantal deskundigen aan de ene kant en de Kamer aan de andere kant. Een hoorzitting. Een expert meeting. Ja, we hebben een hoorzitting gehad over de euro. Daar hebben we wel een hoorzitting over gehad. Maar ik vind het een aardige suggestie. Kijk, dit vind je wel een goeie. En waarom is dit een goeie? Nee, maar dat maakt uit, hè? Want kijk, bijvoorbeeld met de euro... we hebben bijvoorbeeld nog geen debat over de euro kunnen voeren. We hebben wel een hoorzitting, dat is heel grappig, hè? We hebben wel een hoorzitting kunnen voeren. Omdat dat veiliger is, dan nodigt elke partij iemand uit die eigenlijk zijn verhaal over de euro vertelt. Dus daar komen ook gigantisch verschillende verhalen uit. Maar het is voor ons wel een leerproces. En op die manier hoop je als het goed is dichter bij elkaar te komen. Dat is wat betreft de euro niet het geval. Graag de vraag, dat zeg ik mij kort en bondig en niet off-topic, want ik ga nu iets strenger worden. Nee. Vraag aan Klaas van Egmond om misschien even te schetsen hoe dat proces concreet eruit zou kunnen zien als je dat dus weghaalt bij die banken. En dan misschien aan de politicus om te reageren wat daar dan de bezwaren tegen zijn. Dan wordt het wat concreter, wat tastbaarder. Ja. Dus wat is er nodig om dat concreet te maken? En ik voeg er graag aan toe, wat zijn de effecten voor andere sectoren? Die natuurlijk levend worden gehouden door het huidige systeem. Dus daar komt ergens een... Helder. Hoe te doen? In dat plan van die Chicago Revisited economen, daar zeggen ze, die banken gaan gewoon dus lenen bij de centrale bank, bij de overheid. En op die manier wordt die centrale bank, wordt eigenlijk gewoon dus de bank. En daar al het geld wat dus daaronder circuleert, is geleend geld van die bank. Dus dan wordt die balans eerst verlengd, zoals dat heet. En dan in de loop van de tijd wordt die dus weer verkort. En dat is een manier... Maar dat betekent dus, even sorry ik in de reden val, betekent dus dat het eerst dat geld binnen moet stromen. Het gaat om de transitie. Stel dat het kabinet bij meerderheid besluit, we gaan dit doen. Ja. En we beginnen 1 januari 2014. En dan? Want dat was de vraag. Wat gebeurt er dan? Maar dan wordt het op papier wordt er dus een lening verstrekt vanuit de centrale bank. Dus de gemeenschap zegt eigenlijk dat geld wat daar dus nu, wat jullie hebben gecreëerd, dat is dus eigenlijk van de gemeenschap. Dus dat komt op de rekening van de centrale bank te staan. En dat wordt dan gelijk de volgende dag uitgeleend aan die lokale banken. Jawel, maar die banken, zei je net, hebben maar 3% in hun achterzak. Moet meer, moet maar 5, maar ze hebben maar 3%. Dat hoeft dan niet meer, nee, want dan is dus die centrale bank eigenlijk de achtervanger. En dan zeg je eigenlijk tegen elkaar wat nu dan gaat er gebeuren. Wij worden dus aansprakelijk gesteld en dan zeggen we alleen maar oké, als dat zo is, dan gaan we het ook zo regelen. Sorry, misschien ben ik niet helder. Stokt de economie op het moment dat het ingevoerd wordt gedurende de periode? Nee, ik zou niet weten waarom. Nee. Dat proces gaat gewoon dus door. Alleen
het risico wat nu bij ons ligt, belastingbetaler, blijft ook bij ons liggen. Maar we krijgen daar iets voor terug. Namelijk dat we vanaf dat moment, dus dat geld wat er dan nog bijgemaakt wordt, dat we dat zelf gaan maken. Je weet elke microfoon te vermijden. Maar we blijven dus het risico houden, maar we krijgen dan ook gewoon de winst van dat risico. En wat zijn de gevolgen voor de sectoren? Nou ja, dat zie ik eigenlijk helemaal niet in. Kijk, er zijn natuurlijk altijd een heleboel sectoren die hangen rond banken en allemaal allerlei gespeculeer. Je moet je echt even toch serieus afvragen wat de maatschappelijke betekenis van speculatie is. Daar wordt niets geproduceerd voor niemand, wat dan ook. Dat is gewoon casino. En casino moet je in Scheveningen zijn. Ja. Misschien kan de discussie toch wat dieper gaan. Ik was gisteravond hier ook bij het Sustainable Finance Lab. En dan ging het ook alleen maar over geld. Er werd even genoemd, geld is dan een ruilmiddel en eventueel een bindmiddel. Maar de waarde van het geld, waar het voor staat, dat mis ik totaal in de discussie. En Klaas van Egmond begon er wel mee van ja, we moeten en zeker ook de overheid en de politiek zou het over de waarde moeten hebben en de samenleving zou het over moeten hebben. En hij zei van nou ja, dat liet hij wel eigenlijk misschien met een geruststellend hart over aan de overheid. Daar zou ik niet zo makkelijk over zijn. Want juist nu deze discussie en alle discussies die over geld gaan niet over de waarde. En er wordt steeds meer gesproken over groei, groei, groei. Er is al een vraag over gesteld. Waarom zou die groei er moeten zijn? Welke consumptie, welke productie, welke stuff? Waar gaan die containers heen? Wat zit erin? Waar komt het vandaan? Ja. Het geld, waar komt het vandaan? Het voedsel, ja, de speculatie. Maar het zou zo mooi zijn als bijvoorbeeld in een hoorzitting of wat dan ook, het goed voorbereid wordt. En het niet alleen over sommetjes gaat en procenten, maar over werkelijke waarden. En wat verstaan we eronder? Want die krijg ik van de economen ook niet te horen. Maak ik even reclame voor mijn boek. Dat heet Een vorm van beschaving. En dat boek gaat exact over uw punt. Dat is de vraag, wat is van waarde en waarom? En is die dynamiek die daarin zit. We zwaaien als een dronken man, wat mij betreft, door ons waardepatroon heen. En dat verklaart al die rampen uit de geschiedenis, wat mij betreft. Daar kan er dus een hele avond over praten. Maar dat heb ik dus maar even vanavond niet gedaan. Omdat het nou over dus dat die tweede laag gaat van dat concrete middel om die waarde te realiseren. Ja, wacht even. Ik probeer het even een beetje. Sorry. Oké. Okay. Ik wil toch verder als u het erg vindt. Het is misschien niet heel aardig, maar. Ja, maar ik ga. Ik kan me niet meer bij u komen met u. Ik hou me even vast. Ja, maar de politiek brengt onze waarden tot uitdrukking. En daarom kunnen we die politiek ook niet met het grootst denkbare respect behandelen. En die moet ook zich bewust zijn van die verantwoordelijkheid. En die mogen het over die waarden hebben. Dus dat is een heel verhaal apart waarom dat niet gebeurt. Een vraag. Ja, ik heb eigenlijk twee vragen die nog niet aan bod zijn gekomen. De eerste is, we hebben het over transitie van het bestaanssysteem. Niks is moeilijker dan het huidige systeem veranderen. Een alternatief is een ander systeem ernaast plaatsen. Kiezen voor innovatie in plaats van transitie. Kredietunies is een goed voorbeeld. Coöperaties. Ook over gesproken in de Tweede Kamer, om dat toe te staan. Je zou kunnen zeggen, we gaan op alternatieve leest de banken steunen. Vanuit ons midden, vanuit iedereen. Die graag op een andere manier wil bankieren, omdat ook met controle van de overheid, om dat voor elkaar te krijgen. Dat zal automatisch toeleiden dat de bestaande banken wel moeten kiezen om ook mee te gaan dat nieuwe systeem, als de mensen ervoor kiezen. Dat is vraag 1. 2 is, we kunnen een nieuwe oplossing verzinnen, maar er zitten nog steeds met een bestaand probleem, namelijk dat is de huidige schuldenberg die er is. Hoe komen we daar vanaf? Het gevolg van wat we allemaal mee hebben gemaakt over geldcreatie. Okay. Ik hoor twee hele interessante punten. Maar ik weet niet wie van jullie erop wil reageren. Namelijk, een hele mooie manier van transitie voor elkaar krijgen is een alternatief ernaast zetten. Ja, ik wil er wel iets over zeggen hoor. Nee, ik ben een zeer groot fan van ook zelf banken opzetten, complementaire munten. Dat moet en gebeuren. Ik vind echt dat het bottom up moet gebeuren, dat mensen zelf het initiatief nemen en gaan experimenteren met ander soort munten, met ander soort banken. Maar tegelijkertijd ben ik echt van overtuigd dat het bestaande systeem echt moet worden, echt aangevallen. En er moeten gewoon voorstellen komen hoe het anders kan. Dus het is niet, wat mij betreft helemaal niet of, maar het is gewoon en. Het moet beide gebeuren. Ja, ik wil daarop aansluiten. Kijk,
op een gegeven moment, als je gewoon veel te weinig krediet hebt aan het midden- en kleinbedrijf, dan is de vraag, wat ga je doen? Ga je zorgen dat de banken zeg maar heel goedkoop kunnen lenen bij de ECB bijvoorbeeld? En dan uiteindelijk dat, kunnen, dat voordeel kunnen doorstoten? Nou, dat blijkt eigenlijk niet te werken. Dus je zult naar andere systemen moeten. Ons voorstel is een nationale investeringsbank. Dat zou kunnen helpen voor het midden- en kleinbedrijf. Dat is zeg maar complementair aan de banken. En met name, want multinationals, die hebben het probleem niet. Daar zitten zelfs heel veel reserves. Het gaat met name om het midden- en kleinbedrijf. Dat je wil dat niet langzaam verdwijnt. Het andere punt is de schuldenlast. Ja, de schuldenlast is denk ik misschien wel het grootste probleem eigenlijk waarvoor we staan. En dat is trouwens, vind ik ook wel een mooi punt aan dat... ik kijk nu jou aan alsof jij de bedenker bent. Ja. Maar goed, van full reserve banking. Maar dat is natuurlijk al mooi van dat je zegt van... geld wordt niet als schuld gecreëerd. Wat we de afgelopen tijd hebben gedaan... we hebben gigantisch veel schulden gecreëerd. En dan heeft men het altijd over de overheidsschulden. Maar waar het grote probleem zit, dat zijn de private schulden. En natuurlijk met name de hypotheekrente, of de hypotheken. Ja, dat was ook zoiets wat eens een... dat was ook eens een taboe. Hypotheekrente, daar mocht je het aftrekken, daar mocht je het eigenlijk niet over. Klaas, waar zit de koevoet in deze discussie? De koevoet? Ja, voor veranderingen. Voor veranderingen. Ik denk toch in de gelijke overgang naar zo'n ander systeem. Die schulden, dat is dus de algemene opinie, die komen omlaag gewoon. En de vraag waar wij in onze kringen daarover hebben, moet dat bij die consumenten, die zijn dat uiteindelijk aangegaan, terechtkomen, of bij die banken, of moet je het delen? Dat is ook een voorstel geweest. Maar er is gewoon te veel gedaan. En als je het weginfleert, dan betaalt iedereen mee aan die schulden. Dus links of rechts dan moet dat worden betaald. Dat is tragisch. En voor de rest denk ik dat, ik ben heel eerlijk gezegd zelfs een voorstander van om te zeggen, daar valt ook te redeneren, als je belasting betaalt bij een loket wat de staat heet, de gemeenschap, zijn we allemaal, dan heb je ook het recht om dat geld daar eerder te brengen dan je belasting moet betalen. Dan heb je dus eigenlijk een staatsbank. Ik zou voor een staatsbank zijn waar je 0% rente krijgt. En als je meer wil, dan ga je naar een commerciële bank. En als je nog meer wil, ga je naar IJsland. Moet je hem zelf weten. Maar die 0%, dus mensen die geen risico willen, hebben het recht om als je zegt je moet belasting betalen, dan moet je ze ook de kans geven om het geld te parkeren op een manier waar het niet de speelbal is van casino-achtige mensen. Oké, een vraag. Ik heb een gewone vraag. Dat systeem van full reserve banking en dat systeem dat u voorstelt en dat bij wijze van spreken morgen zou kunnen worden ingevoerd, zou dat niet moeten betekenen dat we dan daarvoor de euro moeten verlaten? Althans, Europa moeten verlaten. Want ik begrijp gewoon niet hoe dat uitvoerbaar is, gezien het feit dat we ons te houden hebben aan de richtlijnen van de Europese Centrale Bank enzovoort. Ik zie gewoon dat daar toch echt een enorm probleem is. Dus dit aan de orde stellen, dat plaats je meteen in de hoek van het populisme, dat plaats je meteen in de hoek van rechts, dat maak je meteen idioot. Ik vraag me af of dat gewoon op dit moment mogelijk is. Ja, maar één opmerking als ik even mag. Dit speelt op alle gebieden. Mijn eigenlijke vak is milieu. Daar hebben we dezelfde discussies. Het hele emissiehandelssysteem, dat werkt ook niet. Daar kunnen we zoeken en vervangen hetzelfde verhaal vertellen. Brussel, die wil ermee door. Bedrijfsleven, wij willen ervan af. Dat het enige wat je kunt doen is naar Brussel gaan en zeggen, wij willen ervan af. En mensen als Dijsselbloem, die hebben voldoende power om dat te kunnen doen. Maar is het niet een simplificatie van hoe Europa werkt? Nou ja, mogelijk, maar er is nog een punt van hoop. En dat is dus dat deze discussie, die vindt nu vanavond gelijktijdig plaats in Wirbel waarschijnlijk, en in Berlijn en in Parijs. Ja. En als er dus iemand is die gaat staan en zegt, hallo lui, het kan anders, dan over het hele Europa zijn er dus mensen die roepen van, jawel. Dus je kunt op die manier best erop vertrouwen dat wij niet de enige zijn die zo denken. Dat is overal gaande. En op een gegeven moment dan heb je dat voor elkaar in Brussel. Maar even niet kop in het zand steken. Er ligt wel degelijk een punt. Ja, dit is absoluut, absoluut wel een ding. Ja. Dit is zelfs een heel belangrijk punt. Want kijk, daarom dat wij kunnen hier de fundamentele discussie voeren. Want op een gegeven moment doet de gelegenheid zich voor. Dan zou je naar zo'n systeem kunnen. Het is niet ondenkbaar. We hebben hier gisteren hebben hier een debat gehad over de euro. Dus misschien dat een aantal van jullie hier ook zijn geweest. Daar ging het er ook over van, is die euro eigenlijk wel houdbaar? Nou ja, daar kun je van alles over denken. Maar wat als die niet houdbaar is?
Dat betekent dus dat je aan alternatieven moet gaan denken. En dat betekent wel dat op dat moment het alternatief klaar moet staan. Er schijnt een heel leuk rapportje van de PVV aan te komen. Op dat dossier. Ja, wat wij hier aan het doen zijn, wat Klaas van Egmond zegt, en in zoveel zaaltjes en op zoveel websites en fora, vindt het debat plaats. We zijn aan het formuleren wat we willen. We zijn aan het agenderen waar we naartoe willen. En dat agenderen is een heel belangrijk onderdeel van een transitie. Daar beginnen we mee en deze debatten moeten plaatsvinden. Belangrijk is, hoe krijgen we in dat proces een veel massalere steun dan nu? Hoe krijgen we het uit die elitaire discussies? Hoe krijgen we dat op een breder niveau? Bijvoorbeeld door meer aandacht te geven ook aan die foldertjes die hier op onze stoelen lagen. Door het in samenhang te brengen met zoiets als een basisinkomen. Ja, hele goede vraag. Hoe krijg je massa in deze discussie? Mijn benadering is, maar dat doen we in het milieuveld ook zo. Denk aan die klimaatdiscussie wereldwijd. Overtuig je collega's, wetenschappers, als punt 1. Dat is, als die overtuigd raken, en daar komt, ik moet zeggen dat het afgelopen jaar komt daar steeds meer consensus in. Denk aan die 18%, gewoon geen discussie meer over. Dat was een 2 jaar geleden helemaal niet zo. Dan kan van daaruit, kan ik te agenderen. Dan komen die hoorzittingen van Jan Juffermans in de Tweede Kamer. En al die economen zeggen dan van linksaf. Merkies, hoe krijg je massa? Ja, dat is inderdaad aan iedereen om dat te agenderen. Ik bedoel, uiteraard moeten wij dat in de politiek. Maar heel veel dingen komen ook vanuit de samenleving gewoon. Wij voeren al, weet ik veel hoe lang, hebben wij het verhaal over de belastingontwijking. Wat overigens, we hebben het vandaag niet echt genoemd, maar wel hier aan raakt. Want dat, zeg maar, die race to the bottom op belastinggebied zorgt ook, zeg maar, dat kapitaal veel makkelijker tussen landen vloeit. Dus dat heeft hier wel degelijk alles mee te maken. Dat proberen wij heel lang op de kaart te zetten. Als in het mensenheugenis. Maar het is heel lang heel moeilijk gebleken. Tot op een gegeven moment de kredietcrisis daar eigenlijk ons een handje heeft geholpen, zou ik maar zeggen. En ook overigens een aantal goede onderzoeksjournalisten. Dat helpt ook altijd. Ja. Een ontwikkeling die de afgelopen 5 jaar aan de gang is, is in het bedrijfsleven. Waar je ziet dat de groene zaak zorgt dat er bedrijven die duurzaam willen werken, die alleen maar op de winst gaan, op de financiële winst, maar echt op waardecreatie. Dat die ook samen gaan zoeken naar andere systemen. Ook van geldcreatie of geldgebruik. Dat ze samen gaan werken aan waardecreatie, zodat je minder geleend geld nodig hebt. Marga Hoek heeft daar een goed boek over geschreven. Zaken doen in de nieuwe economie. Waarin het ook echt gaat om met minder geld meer waarde creëren. Dat draait om waardecreatie en niet om geldwinst. Ja. Dus in het bedrijfsleven komt ook nu massa. En je ziet dat daar echt grote slagen gemaakt worden. Martijn? Ja, ik ben het daarmee eens natuurlijk. Ja, uiteindelijk, dat is ook wat we op dit gebied dus doen. We werken ook samen met bijvoorbeeld Positive Money uit UK. Daar wisselen we ook de nieuwste informatie mee uit. En zo zie je wel dat het proces zich versnelt. Dus er komt een hoog tempo, heel veel publicaties, heel veel meer informaties, filmpjes. Dus we weten het steeds beter wat er fout gaat en wat de alternatieven zijn. En mag ik daar nog een toevoeging op doen? Heel kort. Kijk, inderdaad, als het gaat om echte waardecreatie en niet om, zeg maar, de hele opgeklopte derivatenhandel. Dan betekent ook dat als het gaat om banken, dat ze gewoon weten waar ze hun geld stoppen. Ja. En je hebt natuurlijk het hele verhaal van de microkredieten, je hebt het verhaal van de ASM-bank Triodos. Die weten waar hun geld naartoe gaat. Dat is eigenlijk meer het type bankieren wat je wil. Want het gaat ook om dat je weet dat er niet allemaal gekke dingen met jouw geld gebeuren uiteindelijk. Ja, ik heb nog de vraag van aan de heer Van Egmond. Waarom zou je het aan de overheid kunnen overlaten wat de geldschepping is? Ik ben opgevoed met het idee dat als je het aan overheden overlaat, dat het misgaat. De eerste geldschepping was de vorst die oorlog wilde voeren. En uit de jaren 20 in Duitsland leerde juist dat je het niet aan de overheid over moet laten. Want die hebben de neiging om plannen te bedenken en veel te besteden en geld te scheppen. Dus ik vind uw plan heel slecht.
Ja, maar de afgelopen, dat heeft ook Martijn nog gezegd, de afgelopen 20 jaar dus waren het de banken die zich ermee dragen hebben. Ja, dat is wel een heel erg hard statistisch feit. En dat hele verhaal van 1923 heb ik even iets van laten zien, maar dat is niet zo simpel als het lijkt. En aan al die zogenaamde voorbeelden van die overheden die zich misdragen hebben, blijkt het bij nadere beschouwing nogal tegen te vallen. En ook al zou het nog zo zijn, dan kan je altijd nog zeggen, we hebben toch Thorbecke gehad, die zei, we hebben allemaal rottige eigenschappen. Dat gaat voorlopig niet veranderen. Maar we kunnen het zo organiseren dat we er geen last van hebben. Dat kunnen we hier ook. We hebben een rechterlijke macht. Dat is een derde macht. Dat werkt toch hartstikke goed, als je eerlijk bent. We hebben praktijkheden daar gelaten in Nederland. Dat rechterlijke systeem hier. Als we dat zo organiseren, kopiëren naar het financieel model, wat op een zekere afstand staat van de politiek, maar de politiek heeft daar wel uiteindelijk het laatste woord over, dan geloof ik dat het werkt. Oké, okay, het is het Martijn. Nou ja, wat de kern volgens mij is, je wil de beslissing hoeveel nieuw geld en waarvoor van elkaar splitsen. Dus hoeveel, daar kun je gewoon regels van maken. Er zit dan een monetair comité bepaalt hoeveel en dan de politiek bepaalt waarvoor. Want je wil niet dat het in dezelfde handen ligt. Want dan gaat de politie na een jaar voor de verkiezingen zeggen, nou, we creëren er even 100 miljard bij. En dat is volgens mij de kern. Goed plan. Even kort inhakend op de spreker naast me inderdaad wat hij aangeeft. Mijn beeld bij de overheid is hetzelfde. En je gaf net zelf aan dat rekenaangaf van wantrouw mij. Als je in de top van een systeem zit, dat is de overheid, dan is het goed dat er een controle is. En dat wordt door wantrouwen bijvoorbeeld gedaan. Wat ik me steeds vanavond van afvraag, het gat tussen de 3% en de 8%. Daar wordt makkelijk mee omgegaan door banken, begrijp ik van nu, doordat het risico wordt afgewendeld op de overheid. Maar als de overheid het geld gaat creëren, wat geven we ons de garantie dat ze niet moeite lopen, bijvoorbeeld JSF doen of wat dan ook, en de risico's afwendelen op de burgers? Maar het is één prettige omstandigheid. En als die overheid dus het geld maakt, of eigenlijk een schuld aan zichzelf aangaat, als je in termen van schuld wilt blijven denken, sommige economen willen dat per se, dan heeft die overheid geeft een lening aan zichzelf. Dat is een schuld. En over 10 jaar komen de jonge lui in de Tweede Kamer bij elkaar en die zeggen, wij schelden die schuld aan onszelf kwijt. En één hamerslag en hij is weg. Dat is wel een prettige bijkomstigheid, omdat het samenvalt binnen één en dezelfde partij. Dus minder erg. Ja, ik heb een vraag over de overheid. Banken zijn nu too big to fail. De overheid moet dat overnemen, zodat je de maatschappelijke risico's die je loopt ook de maatschappelijke winsten kunt maken. Ik vraag me af of de overheid eigenlijk zoveel macht heeft op dit moment, of dat eigenlijk er nog een grotere macht is, multinationals of dergelijke. Dus wie kan eigenlijk de macht van de banken breken op het moment? Goeie vraag. Ja, nou, ja, goed. Ik verwacht natuurlijk dat ik een heel radicaal verhaal ga vertellen hoe we de banken moeten breken. Dat zal dan wel meevallen. Maar ik denk wel dat wij tot veel meer in staat zijn. Want er wordt al gezegd, het is eigenlijk nu geregeld in Europa. Hè, de aandeelhouders die gaan betalen. Dat is het verhaal wat volgens mij veel mensen in het nieuws horen. De aandeelhouders die gaan betalen en obligatiehouders. Dat is maar voor een beperkt deel zo. Eigenlijk tot 8%. En tot 8% wat er is ingelegd, tot dat wordt er afgeschreven op aandeelhouders. Wie gaat de macht van de banken breken? Wie kan dat überhaupt? Nee, maar goed, om dat af te maken. Dus en vervolgens komt het weer bij de overheden. En in principe kun jij hier als overheden, kun jij gewoon zeggen van, ja, maar wacht eens even. Die volledige rekening, die moet gewoon bij de banken liggen. Dat is eigenlijk heel gek dat we dat niet zeggen, maar dat is dus op dit moment niet het geval. Wie zijn die overheden dan? Sorry? Wie zijn die overheden? Nou ja, de overheden zijn dus, dat hangt er vanaf hoe je het organiseert. Hè. Of je het per land wil organiseren of in Europa. Maar wij zeggen van, wij willen centraal toezicht in Europa. Omdat banken nu helemaal al grensoverschrijdend zijn. Maar waar wij geen voorstander van zijn, is dat we grensoverschrijdend voor elkaars banken garant moeten staan. Stel dat de Nederlandse overheid zegt, wij vinden het model Triodos vinden wij nu het enige model dat wij nog toelaten. Dus wij trekken de bankvergunning in van alle banken die niet op dezelfde manier zijn. Hoe lang denk je dat duurt voor het Brussel aanbelt bij minister Dijsselbloem? Ja, dat is inderdaad precies het probleem van kun jij meer doen? Dat hangt er vanaf hoe richtlijnen zijn gemaakt. Hè? Of het wat dan noemen maximum harmonisatie is, waar je dus niks meer kan doen. Overigens, stel voor dat je wel meer kunt doen, dan heb je nog altijd een paar partijen die allergisch zijn voor wat men dan noemt nationale koppen.
Dat is altijd het verhaal. En dat, ja, over het algemeen is dat VVD, CDA en D66. Die willen geen nationale koppen. Maar wat zijn die nationale koppen vaak? Dat zijn koppen bijvoorbeeld, koppen op de wetgeving. Dat is dat je extra bescherming wil hebben voor consumenten. Of voor kleine beleggers bijvoorbeeld. Het is eigenlijk heel fijn als je dat als land zelf nog wel kunt doen. Of dat je bijvoorbeeld toezicht wil houden op bepaalde producten. Die vinden wij zo slecht of onethisch. Die willen wij eigenlijk helemaal niet dat die hier worden verkocht. Martijn, zelfde vraag. Wie kan de macht van de bank überhaupt breken? Al zou je het willen? Nou ja, ik denk dat het langzaam gaat. Dus dat langzaam maar zeker politieke partijen zeg maar, dit standpunt gaan opnemen in hun partijprogramma's. Daar wordt op gekozen en dan komt het steeds meer in het politieke debat. En ik denk dat dat gebeurt wereldwijd en dat het ook in Nederland gaat gebeuren. De vraag was, hoe is de macht van de banken te breken? Dan wil ik toch even naar het land wat ook in een bedenkelijke zin aan de orde kwam vandaag. En dat was IJsland. In IJsland hadden de banken het ook even zwaar in 2008. Ach, goed. Ja, ach goed. En de IJslandse overheid, 300.000 mensen daar in Reykjavik, was niet in staat om de banken daar te redden. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben de macht van die bank gebroken in die zin dat elke spaarder, iedereen die iets bij die bank had te staan, zeg maar, per 0 uur volgende dag aandeelhouder was voor het tegoed wat hij of zij bij die bank had. Dat aandeel was de dag erop 0, wat dan ook, waard. Maar de dag erop was het een dubbeltje waard. En de dag daarop 1 kroon, wat zal het zijn daar in IJsland? En nu zijn die banken dus zakelijk gedemocratiseerd. De macht van de banken is gebroken. Ze zijn in handen van de burgers of van degenen die daar de goeden hadden. En de banken floreren weer. Dat vind ik heel interessant. Ja. Klaas? Ah, ik vind het een mooi plan. Hoe eenvoudig kan het zijn? Ja. IJslandse oplossing. God, dat is een hele leuke. Ken jij hem? Nou ja, ik weet dat in IJsland dus heel verzet tegen de banken. Maar dat komt ook omdat echt alle banken daar nog veel vierter waren zoals ze hier waren. Dus dan is het dus, eigenlijk moet het dus heel erg fout gaan. En dan gebeurt dit. Nee. Ja, het hoeft, ja. Als de overheid zich terug zou trekken, ja. Niet meer garant zou staan voor ABN AMRO, ING, et cetera. En zo zeggen, iedereen die het goed heeft, is voor dat bedrag je aandeelhouder. Ja. Nee, maar wat mijn buurman zegt is wel waar. In IJsland was gewoon het alternatief dat die banken volledig failliet zouden gaan. Want er was gewoon geen staat die de banken kon redden. Dus het alternatief is een hele andere. Het risico vind van als je dit doet, het hangt ervan af hoe je het doet. Maar als je zegt, gewone spaarders, die zijn eigenlijk hun geld kwijt en die krijgen daarvoor aandeelhouders. Ja, maar goed, dat is heel onzeker. Ik zou daar toch geen voorstander van zijn, want ik denk dat we hebben niet voor niets een depositogarantiestelsel. Als je dat voor gewone spaarders gaat doen, dan loop je toch wel heel erg het risico een run op de bank te krijgen. Alleen in geval van faillissement? Alleen in geval van faillissement, daar hebben we het over. Ja. Ja. Alleen faillissement. Misschien mag ik een aanvullende suggestie doen, zonder niet gehinderd door enige kennis van zaken. U heeft natuurlijk al hele goede systeemfouten geïdentificeerd. U zegt de buffer moet omhoog, anders is het risico voor ons allemaal. Nou, volgens mij is dat een super idee. En de geldschepping, daar moet het rendement van naar de publieke naar het publieke bereik. Wij zijn hopelijk allemaal plusspaarders, noemt u dat, geloof ik. Dat wens ik ons allemaal toe. Als wij nou geld hebben staan bij ING of Rabo of noem ze allemaal maar. En ik begrijp dat dus die buffers wel iets omhoog gaan. Niet voldoende, maar ze moeten omhoog. Wij zijn dus funders van die banken. Als wij nou met z'n allen en masse overstappen op ASM Bank en Triodos Bank, dan krijgen zij veel meer macht. Zij zeggen, ik ben best bereid om aan uw Rabobank en noodlijdend arme Rabobank om daar wat aan uit te lenen, maar dan moet het wel maatschappelijk hout snijden, anders doen we het niet. He, dus wij willen daar een duurzaam rendement op hebben. Dus dan krijg je een verschuiving van de macht. Wij moeten niet denken dat we niks kunnen en dat we hier op een stoel zitten en dat we alles af moeten wachten. We kunnen wel. Maar mag ik daar even toch iets ter ontmoediging bij zeggen? Want
als we dat, dat moeten we dus niet doen eigenlijk, met alle respect. Want die, het systeem is zo labiel dat als wij dat doen, dan gooien we het zelf omver. Want dat mooie geval van IJsland, dat is dus in het geval dat die banken het dus niet redden. Dus bij, als we allemaal wegrennen bij bank A en die bank valt morgen dus om, dan staat die bank met niet Welling maar Klaas Knot bij Dijsselbloem overmorgen. En dan hebben we dezelfde situatie als jaren geleden. Dan moeten wij die bank weer gaan kopen. Dan komt het toch weer bij ons terecht. Heeft allemaal geen nee, als wij allemaal wegrennen bij een bank, dan heeft zo'n bank een probleem. Die bank blijft onze bank, maar ons spaartegoed wordt een aandeel. Ja, wacht even, we hebben nu over twee sporen. Dat is eigenlijk ons model. Mag het even afmaken. Als dat gebeurt, gaat dan even gaan we over macht aan de consument. Wat kan de consument? Stel dat de consument massaal zegt, wij pikken het niet meer. We gaan allemaal drie lossen met z'n allen. Wat gebeurt er dan met het bankaire systeem? Dan doen we uw IJslandse variant. In dat geval, als we allemaal wegrennen, toch niet aan te raden. Het andere geval is dat die banken zelf kiezen voor of die overheid, of die variant IJsland uiteindelijk, dat is niet anders te vol te houden in dit systeem, of een gewone bank worden in dat systeem met private verantwoordelijkheden, dus niet meer geld scheppen, dan is een bank gewoon een makelaar op die geldmarkt en dat is een gewoon bedrijf. Dus je wordt of een gewoon bedrijf, of je hoort bij de overheid, maar ertussenin, wou ik steeds maar zeggen, is niks. Goed, dames en heren, ik had de opdracht om 5:30 te stoppen, dat is groot mislukt. Tenzij het nog echt, als één van u zegt, als ik die vraag niet gesteld heb, dan ben ik de komende 3 jaar boos op je. Dan mag ik nu. Oh ja, ja, ja. Ja. Waarom zeg ik dit? Waarom zeg ik dit? Het was uitlopen. Ja, ik wil toch een punt eraan breien. Nou, meneer Betrooijter heeft nog niks gezegd. Echt, maar dat laat. Zonder microfoon, natuurlijk. Dat ING is toch recht en heeft geld terugbetaald met interest, met rente, waar wij met z'n allen van profiteren. Is dat niet een beetje het systeem wat Klaas bedoelt? De overheid geld geeft aan de bank, zoals ING, dat ING keurig terugbetaalt met rente waar we allemaal wat aan hebben. Nou, bij ING is dat dus aardig gelukt, maar ja, maar ABN AMRO toch niet? Het was toch over naar 30 miljard? En het stond vandaag in de krant, we krijgen nog geen 10 miljard voor ABN AMRO, ben ik van overtuigd. Ze denken 15. Dus het gat wat wij allemaal, ook al wordt het verkocht, is minstens 20 miljard. Dus bij ING, oké, goed afgelopen. ABN, jammer, verkeerd afgelopen. Maar dat zijn dus... Dan niet staatsbank maken van die ABN AMRO, dat is toch de discussie. Ja, dat is joh. Ja, maar ik ken mijn voorstel. Ik ben dus voor een staatsbank die dus als vangnet fungeert voor die 0% rentemensen. Okay. Dames en heren, ik riskeer ruzie met u. Ik vind het leuk geweest. Ja. We gaan er einde op rijden. Hartelijk dank alle drie dat jullie waren. En nogmaals, die andere twee bijeenkomsten zijn ook zeer van harte aanbevolen. Ik hoop dat we elkaar weer terugzien dan. Dank je wel.